Ik ben Patrick, productontwerper en bedenker van Print Plus. Print Plus is een lijn van doe-jezelf koptelefoons die mensen in staat stelt om zelf koptelefoons te printen. Het uiterlijk van een koptelefoon is zo dat je door middel van de 3D-modellen en de kleuren die je kan kiezen in printmaterialen en onze componenten, dat je een modeobject van de koptelefoon maakt. De onderdelen van de Print Plus koptelefoon die komen in 21 verschillende kleuren. Dus dat samen met alle 3D-printmaterialen biedt oneindig veel mogelijkheden. Om een Print Plus koptelefoon in elkaar te kunnen zetten heb je eigenlijk twee typen onderdelen nodig. Dat zijn de componenten die niet printbaar zijn, dus kabeltjes, speakers en kussens. En de plastic onderdelen die je zelf kan printen. De bronbestanden die worden beschikbaar gesteld in verschillende bestandsformaten, zodat mensen met diverse softwarepakketten daarmee aan de slag kunnen gaan. Het in elkaar zetten van de koptelefoon is heel makkelijk. Kost je ongeveer 5 à 10 minuten met een heel klein beetje gereedschap. De koptelefoon is volledig modulair, dus als de speaker kapot is, kun je de speaker vervangen. Als de kabeltje kapot is, kun je die vervangen. Je weet precies hoe de koptelefoon gemaakt is en als je weet hoe die gemaakt is en daar gaat kapot, dan weet je ook hoe je moet repareren. Een ander voordeel is dat je de plastic onderdelen lokaal print, dus dat de koptelefoon veel kleiner wordt om te verschepen. Dus dat je veel minder materiaal de wereld rondstuurt. De Ultimaker is eigenlijk een heel fijn stuk gereedschap die ons in staat stelt om heel snel iteratie te maken in ons vakgebied van productontwerpen. Het is heel gebruiksvriendelijk, heel betrouwbaar, heel snel, heel flexibel, dus je kan er allerlei materialen mee printen. Het Print Plus concept, dat kon 5 jaar geleden kon nog niet, want 3D print was behoorlijk onbereikbaar, heel prijzig en een langdurig proces. En nu is het gewoon, je tekent iets 's morgens en 's middags rolt het uit te printen. En dat is wel heel bijzonder. Ook straks richting productie is dat heel bijzonder, dat mensen binnen een dag hun eigen koptelefoon kunnen printen. In de toekomst zullen er meer Print Plus kits komen, dus zoals de koptelefoon zal er misschien een zaklamp en misschien in de verre toekomst komt er een stofzuiger, wie weet wat er allemaal komen gaat.